Het is kort na de jaarwisseling en na dagenlang kerstbomen verzamelen mocht nu echt de fik erin. De Schiedammers die hier naar uit hebben gekeken zijn blij. Het duurde even voordat de gemeente toestemming gaf, maar die kwam er uiteindelijk toch. Is dit nou het vuurtje wat we wilden hebben? Ja, dat lijkt me wel. Ja. 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 Waarom nou zo'n vreugdevuur? Traditie. Als je er 5 dagen lang voor gestreden hebt, wat wil je anders? Kijk wat je hebt. De mooiste wat je kan krijgen in een jaar. Hoi. En je kan natuurlijk ook kiezen voor een feest met 1000 mensen tegelijk. Zoals hier op het Westelijk Handelsterrein in Rotterdam. En dan ga je ook helemaal uit je dak. Wat is nou zo leuk om op zo'n groot feest een oud en nieuw te vieren? Ja, het is gewoon één groot feest. Oud en nieuw met z'n allen gezellig samen. Dus leuke sfeer kun je zien. Leuke muziek, voor iedereen wel wat. Allemaal andere stijlen, andere zalen. Dus ja, altijd iets wat je leuk vindt. Alleen ik vind het vandaag wel heel druk. Als je echt door wil gaan, dan ga je gewoon. Het is nu 8:30. Hier in de Maas in Rotterdam kan je gewoon door tot in de late uurtjes.